dames en heren. Vandaag is het een bijzondere dag. Zoals gebruikelijk wordt op deze dag jaarlijks, kort voor Koninginnedag, mensen voor het voetlicht gehaald die zich op een bijzondere wijze voor de samenleving hebben ingezet. Op een zeer bijzondere wijze hebben gestaan. Want alleen dan is het mogelijk om met kans van slagen een voordracht te doen aan Haar Majesteit de Koningin tot het toekennen van een koninklijke onderscheiding. Een onderscheiding die een aantal van de hier aanwezigen dubbel in het woord hebben verdiend. Van 1956 zat u al in het bestuur van de Kinologenclub Sneek. U was werkzaam bij Langhorst Touwfabrieken en u bent jarenlang voorzitter van de personeelsvereniging geweest. U bent voorzitter geweest van de oude commissie van de basisschool De Terp. Ook heeft u 11 jaar deel uitgemaakt van het hoofdbestuur van de Stichting Verenigde Leeuwarder IJsclubs Trias. Van 1994 tot 2001 was u voorzitter van het Chanty en Volkenkoor Rolling Home. En bij uw afscheid bent u benoemd tot erelid. Vanaf 1994 verzorgt u de huisomroep van het zorgcentrum Frittemachel. In de loop der jaren bent u geconfronteerd met het steeds slechter worden van uw eigen gehoor. Slechthorenden hebben de neiging om zich af te zonderen. Uw woorden zijn: pak toch die microfoon als je iets wilt vertellen. Oftewel, u bent positief, enthousiast, bevlogen en betrokken belangenbehartiger geworden voor doven en slechthorenden. U maakt zich sterk voor ondertiteling en geluidsvoorziening. Namens het Fries Centrum voor Doven en Slechthorenden bent u toegankelijkheidsadviseur om bij de inrichting van overheidsgebouwen en musea de voorzieningen voor slechthorenden te verbeteren. U bent betrokken bij het tijdelijk theater Sneek. Zo is ook het stadhuis door uw inzet uitgerust met de nodige technische voorzieningen. En gelet op de voortdurende verandering bij de gemeente bent u vandaag uitgenodigd om hierover van gedachten te wisselen hoe het in de toekomst nog beter gaat. De heer De Ram, u geeft vaak lezingen op scholen en bij andere organisaties en verenigingen. U schrijft artikelen in kranten en vakbladen om de aandacht te vestigen op het belang van goede voorzieningen voor doven en slechthorenden. En in 2008 kreeg u een CI, een cochleair implantaat. En hierdoor kon u weer de stemmen van uw kleinkinderen horen en vogels horen zingen. En was ook een 1-op-1 gesprek hierdoor weer mogelijk. Geachte heer De Ram, gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van uw activiteiten, heeft het Hare Majesteit de Koningin behaagd u bij koninklijk besluit te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.